In deze video ziet u hoe u met acquisitieprojecten kunt werken. Een potentiële aanvraag kan als acquisitieproject ingevoerd worden. Klik op toevoegen om de invoer te starten. Per bedrijf kan ingesteld worden om het nummer automatisch te genereren of handmatig in te voeren. Het is belangrijk om de projectverantwoordelijke toe te voegen. Via het stadium wordt de fase van de lead aangegeven. Vul de rest van de gegevens zo goed mogelijk aan. Het invullen van het geraamde bedrag of de looptijd zijn niet verplicht voor het geval die informatie op dit moment nog niet bekend is. Die gegevens kunnen op een later moment gewijzigd worden totdat het stadium opdracht gemist of vervallen is. Ga naar Speciaal om aan te geven om welke installatiesoort het gaat. Via Speciaal producten kan gespecificeerd worden om welke producten het gaat. Via dupliceren kan eenvoudig een kopie gemaakt worden, hierbij kun je alle gegevens weer wijzigen. Je kunt de analysefunctie in de zoekbox gebruiken voor diverse dwarsdoorsneden en overzichten. Bijvoorbeeld de verwachte omzet per jaar of maand. Of de omzet per projectverantwoordelijke. Dit kan ook naar Excel geëxporteerd worden. Druk op contactmomenten om extra informatie en memo's bij het acquisitieproject op te slaan. Druk op Escape om terug te gaan naar het vorige scherm. Klik op het tabblad Contactmomenten om de laatste informatie te bekijken.
Op het tabblad Relatienetwerk kan aangegeven worden welke partijen bij dit potentiële project betrokken zijn. Meer instructievideo's vindt u op ActoWiki.